Voorthuizen, je mooie vrouw. Voorthuizen, ik hou van jou. Voorthuizen, ik blijf je trouw. Napoleon, die spreekt bij jou. En ik zie nu al de gezichten dat ze de tekst verder niet meer kennen. Van de Engel, we moeten even met u beginnen, want u heeft zojuist op radio opgeroepen, iedereen moet op Barneveld stemmen. Ja, dat kan natuurlijk niet, we zijn het voortuig. Ik hoop dat het volgend jaar kan, maar natuurlijk moet dat zijn Voorthuizen. Eén van de mooiste dorpen van de Veluwe. Ja, welke zijn nog meer mooi? Pijfluik is heel mooi, het land van Maas en Waal is mooi, de Achterhoek is mooi, Rivierenland is mooi. Provincie Gelderland is gewoon de mooiste provincie van Nederland. Daar kunnen we het over eens zijn. Het had niet. Is dat ook echt Voorthuizen? Zodat jullie die vrouw trouw blijven? Ja. Ja, dat zal ik vertellen. We zijn natuurlijk op de Veluwe. Ja. En er is niets trouwer als een Veluwse man. Ah. Dus eigenlijk ben ik een Veluwse man. Nou, jij bent een Katwijker, dus dat weet ik niet. Om even terug te komen op de zingen. Wij voeren elke maandagochtend weer uit, hè? Ja. Ik heb de opdracht. Opdracht Voorthuizen. Hallo Voorthuizen. Hier staan we dan op het Bunkmanplein, genoemd naar de reus Bunkman. Jullie verwachten natuurlijk dat de opdracht daar ook mee te maken heeft. Ja, dat klopt. Vanavond combineren we meerdere dingen uit de geschiedenis van Voorthuizen. Reus Bunkman wil een kleine violist overvallen die over de Veluwe zwerft. De violist speelt en de reus wordt betoverd. Op de achtergrond zien we de herberg De Roskam, waar Constantijn Huygens altijd logeerde als hij op weg was naar Paleis het Dood. In het publiek zien we knotsen en violen, en verder zoeken we iemand die betoverd. Ja, dat gaan we doen! Ik zie hier iemand staan die er volgens mij al was in de tijd van Constantijn Huygens. Ik heb het maken hier, hè? Nee, toen was ik er nog niet. Hoor. Nee, toen was je net even boodschappen doen. Ja, ja. Ik was even niet aan. Mooie opdracht of niet? Ik zag jou zo knikken en zo naar Cor. Zo van, ja, zie je. Dit hadden wij al gedacht. Nou, dat hadden wij niet gedacht. Nee. Ik zou zeggen, jongens, succes met de opdracht. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Of niet, Madeleine? We hebben er heel veel zin in. Goed zo, succes. We gaan het zien hoe het vandaag verloopt. De opdracht is binnen. Leuke opdracht. We zitten op het Bunkmanplein. En dat heeft dus te maken met de reus Bunkman. Die wordt betoverd door een vioolspeler, et cetera, et cetera. De details van de legende krijgt u straks ongetwijfeld te horen. Maar betovering. Toevallig de police klaarstaan. En every little thing she does is magic. Alsof de duivel ermee speelt. Wat ben jij dan? Als je gaat spelen, wie was Constantijn? Zeg, Voorthuizen, schrijf dat toch eens voor. Gezellig, vrolijk, zonnig. Ja, vandaag wel, ja. Saamhorend. Ja, gewoon top dorp. Hoe zou jij het omschrijven? Zelf. Ja, nee, lekker is dat weer. Ja. Het is een spraakzaam team hier in Voorthuizen. Wij hebben meer in het zingen. Wat zeg je? We hebben meer in het zingen. Ja, ja, maar mijn oren die moeten het hele dag nog volhouden. Ja, stop. Er wordt niet gestopt, jongens. Er wordt doorgezongen tot het witte hart. Voorthuizen is sprankelend. Voorthuizen is uniek. Gastvrij. En onze feesten staan dat allemaal op een rij. Ja? Anders kort van de plaatselijke feestjes. Ja, nee, dat gaat vandaag niet op. Ja, Oh, jij werkt bij de VVV? Ja. 500.000 toeristen slapen hier per jaar. Of komen er drie voor bezoek? Daar weet je helemaal niks van, blijkbaar. Weet niet wat jij hier gelezen? Nou, ik hoorde het de wethouder zeggen. Ja, die heeft ook gezegd dat iedereen... Je weet hoeveel je beurt, hè? Dus dat is wel belangrijk. Ja, dat klopt ook niet helemaal. Ik denk Voorthuizen stemmen. Ja. Hij praat meer dan de dominee in het dorp. Nou, klopt. Want als de dominee niet is, dan neem ik waar. Ja, kijk, nou, heel mooi. Klopt helemaal. Vandaar dat de kerken zo leeg lopen. Sorry, wat zei je? Vandaar dat de kerken zo leeg lopen. Nou, Cor kan best goed spreken. Nee, de Franse lady hebben wij in ons trouwbeeld, in onze vlag.
ontbreekt één ding. Een standbeeld voor Lodewijk Napoleon, koning van 1860 tot 1810. En dat willen we terugbrengen in Voorthuizen, omdat het de lady al vertegenwoordigd is. Er moet dus een standbeeld voor Lodewijk Napoleon gekomen. Dan ben je met 1000 euro ben je er nog niet, denk ik. Klopt, maar we hebben wij verdienen hier ontzettend veel forense belasting voor de gemeente Barneveld. Nou, die pot, daar moet een deeltje voor naar hier. Is de wethouder het daar ook mee eens? Gerrit van der Hengel, vraagje voor jou even live. Ja, er komt een standbeeld van Lodewijk Napoleon en er moet een forense belasting voor gebruikt worden. Gaat het college daarmee akkoord? Ja of nee? Kort antwoord. Nee. We gaan een ander goed doel zoeken vandaag. Een beetje dan mooie leuke dingen. Waarom is Voorthuizen mooier dan Barneveld? De Veluwe hier, hè? Nee, ik vraag het. Het is gewoon een prachtig dorp. Het is gewoon mooi ingericht. En dit is een dorp waar ze wel smaak hebben. Zo is het. Nou! Er staat hier iemand volgens mij uit Barneveld. Goedemorgen, u bent van Bakker van de Veer volgens mij. Wat is uw naam? Dat klopt, Remco van de Veer. Dag Remco van de Veer. Jij komt uit Barneveld? Jazeker, ja. En je komt een cadeautje brengen? Ik kom een cadeautje brengen, ja. Ga je dat nou nog steeds doen, nu ze dit soort dingen over jullie mooie dorp Barneveld zeggen? Ja, het doet toch wel. Maar goed, ja, ik kan me ook wel iets bij voorstellen, want Voorthuizen is ook een heel mooi dorp. Ja. Maar, ja. Ik maak Barneveld niet blij mee dat ik dit zeg. Nee. Is het echt een beetje haat en nijd? Ja, het is wel altijd een dingetje hoor, maar het is ja, haat en nijd vind ik een groot woord. En jij hebt iets in je hand, dit is een grote doos, een taartdoos. Ja. Jij komt ze een cadeautje brengen. Ik kom ze een cadeautje brengen inderdaad, ja, een Napoleaanse taart. Want Napoleon die kwam hier altijd natuurlijk. Kijk eens, een hele mooie slagroomtaart met een mooie afbeelding van Napoleon Bonaparte. Dat klopt. En waarom komen jullie dat brengen? Ja. Dat, het moest van je vader. Nou, ik zou zeggen overhandigen, want het is toch wel hartstikke lief. Team Captain Madeleine staat erbij. Kijk. Ja, natuurlijk mag er een foto bij komen. Ja, we moeten even wachten totdat de foto erbij komt. Dan komt de assistentcoach en vleegelhanger, alles in één bij elkaar. Ja, nou, ik zou zeggen, zeg er wat moois bij en succes. Ja, ik wens jullie heel veel succes vandaag en mag deze taart... Ja, moet je haar aankijken, ik hoef alleen mijn radio te maken. Mag deze taart nog smaken en Voorthuizen, ja, Barneveld is heel mooi en Voorthuizen is heel mooi. Ik ga de wedstrijd niet minder maken, maar voor vandaag is Voorthuizen even de ster. Nou, dat is mooi, toch? Ja, bedankt. En is die taart nou voor het team of eigenlijk voor Omroep Gelderland? Hij is voor het hele team. Ah, shit. Hij mag wel ook voor ons makkelijk. Dankjewel. We gaan beginnen met de generale repetitie voor vanavond. De uitzending begint om 6:50. Is live te zien op Omroep Gelderland. En vanaf 6:00 begint het officiële gedeelte hier op het Bunkmanplein. Staan, dan komt ze ook een parade en dan kunt u hier niet staan. Hè? Daar staan hier ook hekjes dat u hier niet mag staan. En als we dan iedereen hebben gehad, weten we precies hoeveel mensen hier op het plein staan. Bring the action. We need this in the crowd. You're gonna turn me up. You're gonna turn me up. You're gonna turn me up. When we up in the club. We need this in the crowd. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. Nou, dat hebben we gehad. Madeleine, ben je blij zo? Ja, spannend, hoeveel bestaan natuurlijk.
Nou, er staan er wel veel, ik weet niet hoeveel, maar we gaan, we hebben ze geteld en we gaan het straks zien van de jury. Ik wens jullie heel veel plezier. Jullie mogen op je plek gaan staan. En jij mag het programma openen voor de mensen thuis. Dus je hoeft niet om te draaien, of niet naar links te kijken, niet naar rechts te kijken. Lekker op de camera. En hij gaat zo dadelijk zeggen, dames en heren, jongens en meisjes, welkom vooruit. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom vanuit de mooiste plaats van Gelderland. Welkom in Voorthuizen! Punctueel, sturend, een echte vrouw. Thank you.
dat in die tijd de zonnebloemen al in plastic plantjes wakker groeiden. Maar ik wil heel mild zijn en toch echt goed scoren op €225. Oké. Waarschijnlijk wel, maar voor Voorthuizen is het 3 september. Dan komen 2500 Voorthuizenaren uit 11 verschillende kerken samen om een openluchtdienst te vieren. Oh, je gaat je broek uit doen. Oh, dat vinden we fijn. Denk ik. Oh, sorry. En go! We vonden het heel stoer dat jij dit even deed. Was het zwaar? Het was ja, heel zwaar, ja. Heb je ook geoefend? Klein beetje, maar ja, echt oefenen dat viel tegen. Ja. Maar ik heb wel een klein beetje geoefend, maar 12 kilo had ik niet op gerekend. Dus, dus de dames hebben niet zo de best gedaan? Dat geloof ik wel, maar ja, niet gelukt. Maar je bent nu heel koud, zie ik, hè? Ja, ik lust nu wel een biertje. Nou, ga je gang. Jullie mogen samen deze check aannemen en dat staat op €671. Gefeliciteerd. €671. Er zijn 441 stemmen gegeven. Dat maakt samen 1350. Dat maakt het totaal van 2021. Dus boven de 2000. Ja. En staat er. Als je die volhoudt, helemaal niet verkeerd. Mag ik jullie heel erg bedanken? Ja. Andy? Angelique? Ja. Je bent nu 5 jaar geleden was je ook hier natuurlijk. Ja. We hebben je in Garderen gezien, we hebben je in Kootwijkerbroek gezien. Nu weer hier. Ja. Wat vond je ervan? Ja, weet je, ik vind Zomer in Gelderland sowieso een feestje om te maken. Überhaupt bijzonder hoeveel mensen erop afkomen. Dat die teams zo keihard werken, weet je wel, voor een goed doel. En het is natuurlijk ook gewoon een hartstikke leuke dag, maar je moet je wel enorm inspannen. Dus ik heb vooral heel erg veel bewondering voor de teams die meedoen. En zeg eens heel eerlijk, was Reinoud een beetje streng vandaag? Ja, Reinoud was wel streng vandaag, dat ben ik wel met je eens. Over mijn shirt vonden we ook lastig, want het is wel heel kleurrijk en het is heel erg Voorthuizen. Ik dacht, ja, ik moet hem ook aan. En als ik hem zelf wat minder in voel, snap je, ja, dan moet ik daar ook eerlijk over zijn. Maar Reinoud moet de euro's geven. Daar ga ik niet over. Nee, dat is waar. Maar we zien jou te weinig nu op tv. Ja, dat klopt. Ik doe niet zo heel veel meer. Ik ben zelf gestopt met Gelderland Helpt. Zomer in Gelderland doe ik nu. En ik ga in het najaar wel weer een serie maken over dorpshuizen. Wordt ook een soort wedstrijd. Dus dat wordt 8 afleveringen. Dus ik kom wel weer een beetje in beeld. Gelukkig. Ja, we hopen je nog eens weer terug te zien. Dankjewel. Dankjewel. Jullie succes, hè? Dankjewel. Cor, het zit erop. Wat vond je ervan? Nou, het zegt, zie ik dat de zon schijnt. En de zon scheen vandaag in Voorthuizen. Het is droog gebleven en we hebben een fantastische dag gehad. Ook tegen het team van tevoren gezegd, jongens, laten we vooral zelf plezier hebben in wat we aan het doen zijn. Daar zijn we in ieder geval in geslaagd. Ik vind de score wat tegenvallen, ben ik heel eerlijk in. €671. Ik heb het net ook aan Angelique gevraagd. Was Reinoud niet een beetje streng vandaag? Ja. Vond zij ook? Ja, ik vond hem erg streng. Ga ik niet over zeuren. Want het is een feestelijke dag en het is een goede promotie voor ons mooie dorp Voorthuizen. Wat gelegen is in onze gemeente Barneveld. En zo is het, Cor. En niet anders. Voorthuizen, je mooie vrouw. Voorthuizen, ik hou van jou. Voorthuizen, ik blijf je trouw.
ik zie nu al de gezichten dat ze de tekst verder niet meer kennen.